Die lolly, tweede divisie. Ook leuk. Jij bent een specialist. Ja, altijd frivol. Altijd frivol. Je hebt tweede divisie. 2 jaar in voetbal. Ja, ik wil, ja, klopt. En ik wil even een wedstrijdje eruit pikken. Mijn oude ploeg, Koninklijke AFC, speelt uit bij Linde. Ja. Linde van onze grote vriend Hans Kraaij. Ja, dat is het enige wat ik ervan ken. Dat is het enige. En ze hebben een leuk spitsje. Die Meijhakker, superpruim van een gozer. Echt niet de pruim, ik weet niet hoe het dagelijks leven is, maar in het veld. Maar hij scoort veel. Ja? Hij scoort veel, eerlijk is eerlijk. En natuurlijk de man in vorm bij AFC, Roy Kastien. 21 jaar, 20 jaar, wereldspeler. Is dat die nummer 10 of niet? Ze spelen met de punten achter. Ja? En, hij is een van de aanvallende. Hij is een van de aanvallende. Wereldspeler. Hou hem in de gaten. Gaat volgend jaar lekker naar een profclub. Ja, denk je? 100%. Kan je je geld helaas niet opzetten, anders had ik een vermogen erop gezet. Oké, nou, ben benieuwd. Maar goed, die wedstrijd. Linde HFC, ik heb hem 2 keer mogen spelen. Ja. 2 keer gelijk. Ja. Van HFC win je niet makkelijk. Van Linde win je ook niet makkelijk uit. Nee. En ik denk dat die ploeg elkaar gewoon in balans houden. Nummer 3 tegen de nummer 5. Ja, maar dat is sowieso al lekker vooruitzicht. Wat? Nou ja, 3 tegen nummer 5. Ja. Gelijkspelletje. Gelijkspelletje. Tetje Verdonkschot houdt het graag behoudend. Ja. Ja. Met een counterploegje. Sterling erlangs. Van Son hebben ze nu gehaald. Sterling is wel City, toch? Nee, dat is Raheem. Oh. Dit is een andere Sterling. Oh, okay. Ook sneller. Ja? Sterling is heel snel. Ja. Valt snel ook, maar is, is ook snel. Is ook snel. Heeft er al een aantal in liggen ook. Doet het ook goed. Gert-Jan Temeren speelt daar, hè? Ja. Die is 6'37. Heracles, toch? Heracles. Heracles gespeeld. En die man, ik denk dat dit nog een van de beste spelers is van de hele tweede divisie. Dat meen je? Zonder dolle. Oké. Okay. In ieder geval op de vierkante centimeter. Als je moet rennen, gaat het verkeerd. Want hij is niet zo snel meer, maar de balaannames, het spel in zicht. Zit hij op 9? Hij staat op 9, hij heeft ook achterin gespeeld. Uit nood, maar Wessel de Boer doet het nu goed. Dus hij speelt nu op 9. Ja, dodelijk, aanspelpunt. Krijg je niet zomaar van de bal af. Maar leuk, dit wordt gewoon een gelijk spelletje. En er staat 3,50 op. Voor de zondagmiddag, jongens. Oeh, die is lekker op half 3, denk ik. Jongens, zet erop. Linde tegen Koninklijke AFC. Leuk voor je tweede divisie. Altijd frivol, kan alles gebeuren. Leuk, leuke hoge kwarteringen. Gewoon even zetten. Lekker man. Lekker boy.